Heb je het nieuws gehoord? Een oude pop veranderde in een oma en kwam terecht in een virtual reality wereld. Kijk wat er nu gebeurt, alleen op Lalilu. Laten we deze jonge pop in een oude dame veranderen. Verwijder de rest van het haar. Veeg de make-up weg en maak het gezicht ouder met rimpels. Voeg grijs haar toe van satijnen linten. Scheid ze in draden. En lijm de haarextensies op het hoofd. Dit kapsel staat me echt. Laten we kleren maken van deze oude stof. Oma's kleding is niet blits, maar ze is wel gezellig en warm. Welkom oma Nancy en haar lievelingskatten. Laat de huid op de handen ouder lijken. De oma zorgt voor haar huisdieren. Haar katten voelen zich altijd geliefd. Ik kan niet wachten om mijn kleinkinderen te zien. Nancy's intuïtie had gelijk. Haar zoon heeft net besloten om de kinderen naar de oma te brengen voor de vakantie. Hallo, mijn schatjes. Ik heb jullie al een eeuwigheid niet meer gezien. Moet je jou zien? Je bent zo gegroeid. Ze zullen een tijdje bij je blijven. Natuurlijk, ik zal een oogje op hen houden. Bye bye. Dat is nog eens een cadeau. Mijn dochter en schoonzoon zijn ook gekomen. Oma, mogen onze kinderen blijven voor de vakantie? Natuurlijk. Je broer bracht zijn kinderen ook. Het zal veel leuker zijn samen. Yay, oma. Tot gauw. Nancy zal zich zeker niet vervelen. Zoveel kinderen en ze zijn allemaal druk. Ze is niet gewend aan al die drukte. Ik moet mijn favoriete taart maken. Knip het metalen deel van een aromakaars. Maak deeg en kneed het. Doe het in de vorm. De vulling zal gemaakt worden van cranberry jam met bessenkralen. Vul de taart ermee. Versier het met deeg op deze manier. Nu heeft de taart een knapperige korst. Oma besluit haar familie te trakteren op een smakelijk diner. Ze leert haar kleinkinderen hoeveel ingrediënten ze moeten doen, hoe ze deeg moeten maken en lekkere vulling moeten maken. Doe het in de oven. Heb een beetje geduld en het is klaar. Onze heerlijke warme taart is klaar. Dat hoef je de kinderen geen twee keer te vragen. Toen de oma thee ging zetten, aten de kinderen de hele taart op. Oh, je hebt zo'n goede eetlust. Maak conserven in blik. Vul glazen flessen met slijm. Maak deksels van katoenen stof en een haarstrikje. Plak stickers op de aardbeien en persikensjam, zodat er geen verwarring is. Lekker als je het op wafels of toast doet. Oeps, we hebben de hele taart opgegeten. En niets voor oma overgelaten. Dat is zo gênant. Laten we toast met jam voor haar maken. Dat is een goed idee. Oma, sorry dat we geen taart voor u hebben overgelaten. Maar we hebben deze zoete toast voor u gemaakt. Bedankt, kinderen. Jullie zijn zo lief. De taart was heerlijk. Toast is ook lekker. Scheid een kindersurprise doosje. Omwikkel het kleinere deel met bindtouw. Gebruik een pijpenrager en garen om een stevig handvat te maken. Maak kleine balletjes van kleuren garen. Alles past in het mandje. Verf stukjes van een tandenstoker zilver. We hebben er een paar breinaalden gemaakt. Nu kan ze wat kleren breien. Nancy begon meteen aan haar breiwerk. Dat is haar favoriete hobby. De kat speelt er ook graag mee. De oma leert haar oudste kleindochter breien. Je bent een getalenteerd meisje. Je leert het in een mum van tijd. Maak een brilmontuur van een flexibele draad. Nu kan oma veel beter zien. Maak van luchtige klei een comfortabel hoesje. Teken er polkadots op. Bedek het met blanke nagellak. Doe er een zacht doekje in en de bril ook. Oma leest ons een sprookje voor. Alsjeblieft. Oh, kinderen, oma kan niet goed zien. Waar is mijn bril? Nou, oké. Maak het je gemakkelijk. En de kinderen waren een en al oor. Het boek was echt interessant. Plastic onderdelen van een tic-tac-bakje kunnen ook iPhone-stukjes worden. Maak een stevig hoesje. Lijm op een display. Smeer de zijkant in met rode boemwas en bedek het scherm met beschermend glans.
Maak op dezelfde manier een tablet. De iPad en iPhone zijn klaar. De kinderen zijn weer op bezoek bij Nancy. We hadden het zo druk dat we vergeten zijn je cadeautjes te geven. Mam, dat is voor jou. Nu kunnen we altijd contact houden. Bedankt, mijn lieverds. Oh, wat is dat voor apparaat? De technologie van tegenwoordig. Het is alsof ik een tv in mijn zak heb. De oma vroeg haar kleindochter om samen een foto te maken. Lachen. Hebbes. De oudste kleindochter tekent graag. Oma heeft zo'n schattige kat. Het inspireerde me om een tekening te maken. Oh, ik krijg geen blik verf open. Oma, kunt u helpen? Ik zal het proberen. Oh, ik heb het laten vallen. Ik ben zo'n kluns. Nou, maak je geen zorgen. Het is voor het beste. Misschien is het een teken dat je je garderobe moet updaten. Joepie, we zijn alleen thuis. Nancy en haar kleindochter kwamen naar een winkel. Maak stukken van een nieuwe outfit van een blauwe stof. Naai de delen aan elkaar. Vergeet niet om wat ruimte rond de randen te laten. Keer de stof met een goede kant naar buiten en naai de mouwen vast. Maak knopen van kralen. De outfit is klaar. We moeten alleen nog een rits aan de rok vastmaken. Nancy, ben je klaar om te passen? Het pak past echt goed. Lali Lou's kleermaker is een echte pro. Er zijn zoveel mooie kralen. Het is een echte schat. Knoop ze aan elkaar en maak er een ketting van. Grote juwelen zijn in dit seizoen. Nu is het tijd om een visagiste te bezoeken. Doe rode lippenstift, een klassieke cat eye en wat highlight erop. Deze make-up brengt Nancy's beste eigenschappen naar voren. Er zijn zoveel dingen, ik kan niet kiezen. Kan ik je helpen? Kijk eens naar dit rek. Misschien vind je hier iets. Ze kozen een paar outfits. Liefje, ben je zeker dat dit alles is voor mij? Probeer het. En kijk, de eerste jurk ziet er mooi uit, maar ik vind de kleur niet mooi. De tweede jurk ziet er beter uit. Het brengt mijn ogen naar voren. Toch? Maar de derde look, een fluwelen pak, was zeker de beste. Wow, ik zie er geweldig uit. Oma, je ziet er zo anders uit. Ik ben trots op je. Ondertussen vermaakten de kinderen zich ook. Ze dansten, keken tv en lachten. Hoi kinderen, we zijn terug. Wauw, oma, je ziet er zo cool uit. En ik zie dat je wat nieuwe bewegingen hebt geleerd. Ik voel me als een nieuw persoon. Ik wil je bijhouden. Been hier. Daar. Oma doet het geweldig. Nancy heeft een nieuwe dans geleerd. Geef ons een high five, oma. Je deed het geweldig. Ik heb al een tijdje niet meer zo gedanst. Ik neem mijn katten en ontspan. Laten we een dansmat maken. Teken contouren op wit schuimpapier en breng lijnen aan. Knip vierkante openingen uit. Kleurrijk schuimpapier kan gebruikt worden voor een zwarte achtergrond en kleurrijke pijlen. De mat is klaar voor meer dansjes. Maak een frame voor VR-brillen van boetseerklei. Geef het de juiste vorm. Maak gaatjes en knip het overtollige weg. Maak game controllers. Ze zijn zo makkelijk te gebruiken. Verf de bril wit. Maak een zwart montuur en paarse glazen. Lijm een bedieningspaneel en knoppen op de controllers. Maak houders voor een helm van glitterend schuimpapier. Iemand gaat een avond vol avonturen beleven. Nancy heeft moeite om op haar nieuwe iPad te lezen zonder haar bril. Maar ze kan niet zonder. Ze reikt ernaar. Oh, wat is dit? Het lijkt op een afstandsbediening. Maar het is niet de afstandsbediening van de tv. En deze bril voelt raar aan. Oma, dit is een VR-bril. Het is alsof je in een tv zit. Daarom heet het virtual reality. Dat is raar. Ik moet het proberen. Ik wil naar het bos gaan. Wow, de bomen zien er zo realistisch uit. En er zijn overal bloemen. Zo echt. Ik hoop dat ik niet val. Ik wil de bloemen van dichtbij bekijken. Misschien ruiken ze ook lekker? Oh, maar dat is een muur! Wees voorzichtig! Knip een paar cirkels uit geel vilt. Lijm ze zo vast. Vul ze met katoen. Lijm een schattig gezichtje op de bovenkant. Er werd op de deur geklopt. De ouders kwamen hun kinderen ophalen. Mam, dit smiley kussen is een bedankje voor je geduld.
Dat had je niet hoeven doen. De vakantie doorbrengen met mijn kleinkinderen is zo'n tractatie. En kijk naar mijn makeover. We zullen je missen, oma. Bedankt voor je hulp. Nu is het zo stil. Het is zo vreemd. Ik zal mijn kleinkinderen missen. Oh, ik kan ze gewoon bellen. Hallo, hoe gaat het met je? Nancy kreeg meteen antwoord op haar videocall. Nu kan ze op elk moment met haar familie praten. Like onze video en abonneer je op Lalilu. Er zijn altijd coole poppenideeën op ons kanaal.